Veel Roma- en Sinti-vluchtelingen uit Oekraïne worden bij hun vlucht gediscrimineerd. Hierdoor is het lastig voor hen om het land te ontvluchten. En SGP-Kamerlid Roelof Bisschop komt met een plan om ervoor te zorgen dat er ondanks de oorlog nog steeds genoeg betaalbaar voedsel is in Europa. Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. In heel Nederland worden bergen verzet om meer opvanglocaties te openen voor vluchtelingen uit Oekraïne. Vandaag moet elke veiligheidsregio duidelijk hebben waar minstens 1000 vluchtelingen opgevangen kunnen worden. En dat wordt op termijn misschien opgeschaald naar 2000 per regio. Bij ons in de studio Roelof Bisschop, Tweede Kamerlid namens de SGP. Goedenavond, meneer Bisschop. Goedenavond. Ja, dat is een behoorlijke opgave. 1000 per regio. Ja, maar je ziet dat het animo van de mensen enorm groot is. Hè? Het is een oorlog in je achtertuin. Ja. Wij zijn nu de regio, om het zo te zeggen. En als je dan zegt opvang zoveel mogelijk in de regio, dan moet je daar ook bereid toe zijn. Ja, is dat ook waarom nu die bereidheid meer is dan bijvoorbeeld vorig jaar met de Afghanen die deze kant op kwamen? Ja, maar er speelt natuurlijk ook een zekere culturele verbondenheid speelt ermee. Maar het is het is letterlijk de achtertuin van Europa, om het zo te zeggen. Ja. Dus, en de bewogenheid van de bruutheid van deze aanval speelt ook mee. Mm-hmm. 2 dagen nadat de Russen Oekraïne waren binnengevallen, kregen wij al vragen van, ik heb een aantal kamers leegstaan. Is het een idee van, kunnen jullie erin bemiddelen dat wij vluchtelingen kunnen opnemen? En dat was dan maar 1 vraag. Maar via kerken loopt dat. En er is een enorme bewogenheid met het lot van die mensen. En ik denk dat dat te maken heeft met gewoon nabijheid. Ja. Culturele nabijheid, maar ook geografische nabijheid. Ja. Ja, en u zegt terecht, opvang is in de regio. En dat zijn wij nu uiteindelijk. Dat zijn wij. Ja. Toch, een regio als Flevoland had deze week veel moeite om plekken te vinden. Is dat nou wel zo eerlijk om het op die manier te verdelen over het land? Dat ieder 1000 of 2000 moet doen? Nou, ik denk dat dat een realistische benadering is. Kijk, die veiligheidsregio's die hebben allemaal een bepaalde omvang. Hè? Ja. De een is weliswaar wat groter dan de andere. De een heeft andere problematiek dan de andere. Maar ik denk dat je daarmee een redelijke verdeelsleutel hebt. Mm. Dat het redelijk evenwichtig over het land verdeeld wordt. En dat je voorkomt dat het allemaal zeg maar, in de grensgebieden of in de regio terechtkomt. Ja. Dat het dus ook zeg maar, de stedelijke gebieden zijn waar mensen opgevangen kunnen worden. Ja. Dus ja. Het lijkt mij bestuurlijk gezien een verstandige insteek. Ja, u noemde net al de hulp van kerken. Zou het niet een mooie taak zijn voor christelijke gemeenten, waar u als SGP ook groot bent, Urk, Staphorst, Rijssen, dat die hier het voortouw innemen? Ja, nou dat gebeurt ook. Hè. Aanstaande maandag ga ik op werkbezoek bij een familie die een Oekraïns gezin opvangt. Maar dat loopt dan via de kerk. Alleen, je moet voorkomen dat vanuit de goede bedoelingen mensen op eigen houtje of ook kerken op eigen houtje zomaar in het wilde weg mensen gaan opnemen. Je moet dat wel inbedden in een fatsoenlijke beleids. Als je dat via een gemeente doet, een gemeentelijke organisatie, dan zou dat prima kunnen. Dan zou dat prima kunnen. En dan nog. Kijk, Oekraïne is natuurlijk heeft een andere positie. Of de inwoners van Oekraïne hebben een andere positie in Nederland dan de Afghanen, zeg maar. Hè? Alleen al als het gaat over het bezoeken van het land en het verblijf in het land. Ja. Maar daar kun je dus via de gemeente, via COA eventueel, kun je daar prima snel actie ondernemen. Ja. In de hoop dat het een tijdelijke, noodzakelijke voorziening is. En dat op termijn die mensen allemaal weer terugkomen als daar de oorlog voorbij is. Zou u SGP-collega's in die gemeente daartoe op willen roepen? Ja, zeker. Urk, Staphorst, Rijssen, Barneveld. Zeker. Maar ik denk dat het niet eens nodig is om daartoe op te roepen. Mm. Omdat dat vaak vanuit die gemeente zelf al gebeurt. Hè? De signalen die wij krijgen van de bereidheid. Zeker ook in christelijke gemeenten, om daar een van betekenis te zijn. Ja, ik vind het hartverwarmend, moet ik zeggen. Ja. Dus vooral doorgaan op die weg.
Veel Oekraïners proberen inderdaad het land te ontvluchten. Onder hen ook veel Sinti en Roma. Maar die worden daarbij vaak gediscrimineerd of soms zelfs achtergelaten. We hebben nu contact met Sabina Achterberg. Zij is landelijk voorzitter van de vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbelangen Nederland. Goeiedag, mevrouw Achterberg. Goedemiddag. Ja, fijn dat u even met ons verbonden bent. Hoe komt het dat Sinti en Roma altijd op die spreekwoordelijke lijst van vluchtelingen terechtkomen? Ja, dat zou ik echt niet weten hoe ze daar opkomen. Ze worden altijd als, ja, als uitschot behandeld. Ook al voor de oorlog in Oekraïne werden zij eigenlijk achtervolgd door de voornamelijk neonazi's die daar ook actief zijn. Mm. Maar zijn ze ook echt oorlogsslachtoffer en moeten ze ook vluchten voor hun leven. Vooral ook de vrouwen en de kinderen. Want de mannen moeten ook veelal vechten in het leger. Ja. Maar ze worden bijvoorbeeld al in het binnenland bij de treinen geweigerd. Net als buitenlandse studenten overigens. Ja. En voetbalteams, want er zijn ook bijvoorbeeld studenten uit India die overkomt hetzelfde. Ja, dus je hebt een kleurtje en je hoort er daar ook heel vaak niet bij. En zij zijn daar nu weer het slachtoffer van, dat ze eigenlijk niet vervoerd worden naar de grens. En bij de grens hebben ze dan ook nog problemen. Dat zij geen voedsel krijgen, niet worden toegelaten tot het andere land. Of ze krijgen één nacht een slaapplaats en dan moeten ze weer verkasten, zeg maar. Ja. Dus ze worden totaal niet gelijkwaardig behandeld als de andere vluchtelingen. Nee, duidelijk. Heeft u enig indruk om hoeveel mensen het gaat op dit moment? Nee, de aantallen worden niet bijgehouden. Maar ik heb wel eens gelezen dat er ongeveer 40.000 Sinti en Roma daar zijn. Het is natuurlijk verboden om echt iets te registreren. Dus ja, dat kan ook hoger zijn, die schatting. Maar ja, ik heb dus de ambassadeurs opgeroepen met een noodbrief van waarschuw de grenswachters en de treinmedewerkers dat dit gewoon niet passelijk is. En dat ze gewoon hen goed moeten behandelen. En ja, we hebben ook steun van Sylvana van Bijeen. Mm-hmm. Die heeft het gisteren ook behandeld in de Tweede Kamer. Christian Roma Support en ook het 21 maart comité staan achter ons. En ja, ik weet zeker dat de lijst van ondersteuners veel langer had geweest, maar ja, het was een spoedverzoek. Dus ik heb niet veel tijd gehad om een lange lijst van ondersteuners te hebben. Ja, u zegt en de burgemeester al. Ja, u zegt al, u heeft de ambassadeurs ingeschakeld in Nederland, onder andere van Roemenië en Polen. Wat verwacht u precies van hen? Nou, ik verwacht van hen dat zij dus echt actie gaan ondernemen en ook die grensmedewerkers en al die organisaties die betrokken zijn toch aanspreken dat het niet kan. Dat zij gewoon toegelaten moeten worden tot de hulpvoorzieningen. Ja. Land en burgemeester Abu Talib van Rotterdam zou ook zijn Oekraïense partners inlichten. Dus die draagt ons ook een warm hart toe. Dus ik hoop dat hij ook nog iets kan bereiken daar. Ja, u noemde net mevrouw Simons van Bijeen. Die heeft zich achter uw actie geschaard. Wat verwacht u eigenlijk van de Nederlandse overheid in deze? Kan die iets doen? Ja, alle beetjes helpen. Vooral op het diplomatieke vlak. Als ze zich uitspreken, ook in de media, zou dat fijn zijn, hè? Als je nu kijkt naar het nieuws over de buitenlandse studenten, kwam het op de voorpagina's en ons bericht weer niet. Dus we staan toch weer lager in die ladder. Dus als het zichtbaar is, druk vanuit de overheid, druk naar die organisaties die daar betrokken zijn, zoals Rode Kruis, et cetera. Dan zouden zij toch iets kunnen bereiken. Oké. Okay. Dank voor uw toelichting, Sabine Achterberg van de vereniging Sinti, Roma en Woonwagenbelangen Nederland. Terug naar onze gast in de studio, Roelof Bisschop van de SGP. Ja, in ieder conflict en in dit geval vluchtelingencrisis zijn er mensen die letterlijk het onderspit delven. Ja. Kunt u daar iets aan doen als politicus? Een extra slachtoffer zijn, ja. Ja. Nou, wat je kunt doen is inderdaad, en dat is mooi dat het ook al plaatsgevonden heeft, dat je daar aandacht voor vraagt. Kijk, je kunt vanuit Nederland kun je het niet oplossen, het probleem. Nee. Maar de Nederlandse regering kan wel in contacten met de Oekraïnse autoriteiten aandacht vragen voor dit probleem. En op die manier proberen om de vrouwen en kinderen van deze bevolkingsgroep ook op de gelijkwaardige wijze te behandelen. Ja. Laten we even naar de manier gaan waarop het ons raakt, deze crisis. De benzineprijzen stijgen, voedselprijzen gaan omhoog, de rijlessen worden duurder. Die hoge energieprijzen en gasprijzen, dat raakt mensen. En het kabinet wilde wat aan doen. Ja. Wat vindt u van die actie? Nou, dat is heel nuttig dat dat gebeurt. Alleen, ik vind het een beetje oneigenlijk om dit aan de oorlog in Oekraïne toe te schrijven. Tuurlijk speelt dat een rol. Maar de prijsstijgingen, gas en brandstoffen, was daarvoor natuurlijk al hevig. Ja.
En dat had niet te maken met de inval in Oekraïne. Die heeft het alleen maar versterkt. Mm. Het heeft wel te maken met de enorme energietransitie waar de Nederlandse regering voor kiest. En die echt goud geld kost. Yeah. Ja, dat moet ergens vandaan komen. Nou weet je wat, dan drukken we maar een belasting op bij de energie die mensen gebruiken. Je zegt dat deze oorlog was natuurlijk niet voorzien en daardoor komt het extra erbovenop. Daar komt er extra bovenop, ja. En het is dus ook terecht dat het kabinet aan de accijnzen gaat sleutelen. Het systeem zit ook een beetje raar in elkaar. Hè? Je betaalt zelfs btw over je accijns die je moet betalen. Ja, dan is het systeem is of geraffineerd opgezet of niet goed doordacht. Ja, en is het dan een doekje voor het bloeden of zal dit echt helpen? Substantieel. Kan dit nauwelijks bijdragen als je teruggaat naar het lage btw-tarief? Nou ja, dan heb je wat betaal je dan voor een liter benzine aan de pomp minder? Een kwartje of zoiets? Ja, misschien is dat het kwartje van Kok, die we ooit tijdelijk erbij opkregen, weet je wel. En die zit nog altijd in de benzine. En die zit er altijd in. Krijgen we eindelijk het kwartje van Kok terug. Ja, tijdelijk, hè? Ja, want dat zal daarna weer opgaan, uiteraard. Ja. Het raakt ook ons dagelijks brood. Zeker. Want Oekraïne is een van de grootste tarwelanden ter wereld. Ja. Blijft dat brood betaalbaar in Nederland? Nou, dat is een goede vraag. Kijk, Oekraïne exporteert, samen met Rusland zijn ze exporteren ze ongeveer een kwart van de tarwebehoefte wereldwijd. Mm. Alleen Oekraïne exporteert vooral naar Afrika, dat Midden-Oosten. Als in Europa, als dus die export niet doorgaat, dan zullen de wereldwijde prijzen stijgen. En dat zal ook ons land raken. En dus wordt het brood gewoon duurder. En dan, wij vragen vanaf het al veel langer in het kader van het landbouwbeleid. We vragen aandacht voor voedselzekerheid. En dan gaat het niet alleen over beschikbaarheid. Want daar zal het hier in Nederland wel meevallen in dat opzicht. Maar het gaat ook over voedselzekerheid gaat ook over betaalbaarheid. En als die voedselprijzen stijgen, als het brood dus een gulden duur of een euro duurder wordt, dan betekent dat juist de laagst betaalde groepen, die vallen uit de boot. Ja. Die, hun voedselzekerheid komt in gevaar. Maar hoe kun je dat compenseren of oplossen dan? Door nu in elk geval er alles aan te doen wat in je vermogen ligt om Oekraïne te voorzien van zaai en pootgoed. Zodat ze, als het maar enigszins kan, en kunstmest niet te vergeten, als het maar enigszins kan, dat ze daar toch de productie op gang kunnen brengen. Mm. Dus om die exportpositie van de Oekraïne, waar dat enigszins mogelijk is, veilig te stellen. En door nu alle focus op de landbouw, Nederlandse landbouw te zetten. En te stimuleren dat er voedselgewassen, dus ook voor menselijke consumptie, optimaal verbouwd worden. Ja, maar dat kan bijna niet wachten. Dat moet je bij wijze van spreken morgen mee beginnen. Precies. En daarom vind ik het zo kwalijk dat je, als je in een overleg zit met de minister, dat dan de minister zegt, nee, de voedselzekerheid is niet in gevaar. Ja. Dan denk ik, er is gewoon een gebrek aan urgentiebesef. En dat een collega van D66 roept van, voedselzekerheid is niet in het geding. Wetenschappers hebben het uitgerekend. Ja, dat zal wel. Maar mijn gezonde boerenverstand zegt, als je nu niet actie onderneemt, heb je in het najaar geen oogst, heb je in het najaar dus een voedselprobleem. Mm. En dat wil nog niet zeggen dat er helemaal geen aanbod is, maar het betekent wel dat het aanbod duurder wordt. En dat er dus groepen tussen wal en schip valt. Ja, bent u roepen in de woestijn, in de Tweede Kamer? In deze? Gelukkig niet. Er zijn gelukkig meer fracties die daarop hameren. En die dus wel wat verder kijken dan alleen maar van nu. Maar soms merk je ook, sommige collega's, die hebben niet eens benul dat als je nu niet zaait, poot of plant, dat je dan over een paar maanden geen oogst hebt. Ja. Alsof dat gewoon dan wel beschikbaar is. Nee, dan is het dus niet beschikbaar. Ja. En waar dat vind ik niet verstandig. Waar u ook op hamert is defensie en veiligheid. Absoluut, ja. Deze oorlog is een soort wake-up call voor heel veel landen in Europa. Die hebben we meer gehad, maar goed. En u pleit voor een nationale defensiewet. Ja. Wat houdt dat in? Kijk, wij hebben altijd erop gehamerd. Nederland zorgt ervoor dat je voldoet aan de NAVO-norm. 2%. 2% van je bruto inkomen. We zijn lang daar echt roepend in de woestijn geweest. Tot 2014, 15. Toen kwam ISIS op, de Islamitische Staat in Syrië en Irak.
Toen realiseerde ons, wacht even, we zijn helemaal niet zo veilig. We moeten dus daar wat aan doen. Vanaf dat moment is, mede ook op initiatief van de SGP, is het budget voor Defensie is verhoogd. Maar lang niet aan die 2%? Bij lange na niet. Dus wij hadden ook niet het lef om te zeggen van, weet je wat, dat moet in een paar jaar. Want dat betekent dat het echt om investeringen van miljarden gaat. En bovendien, de hele Defensie is een uitgemergeld geheel geworden. Het kost echt een decennium om er weer een beetje solide, stevige organisatie van te maken. Ja, dat en als je nu zaken bestelt, we zien hier een gevechtsvliegtuig, ja, die wordt niet zomaar geleverd volgende week. Dat bedoel ik. Het kost dus jaren om het op peil te brengen. Ja. En daarom hebben we gezegd van Defensie moet af van die wisselvalligheid. Er moet een soort deltaplan voor Defensie komen dat zijn werkingskracht heeft over verkiezingen heen. En op basis daarvan moet dus Defensie in staat gesteld worden om gestructureerd toe te werken naar een stevige interventiemacht. Ja. Dat voldoet aan de NAVO-norm. En dat een relevante bijdrage kan leveren aan de veiligheid van Nederland. Maar uiteraard ook breder en soms wereldwijd. Oké, okay. Toewerken naar, zegt u, maar die veiligheid hebben we nu nodig. Die hebben we nu nodig. De oorlog in de achtertuin van Europa. Ja, en je zou willen dat in 2014, of eigenlijk al eerder, geluisterd was naar de SGP en dat er toen geïnvesteerd ging worden. Nou, dat is niet het geval. Er is niet een knop waardoor je opeens, vloep, nu hebben we veiligheid, want we hebben Defensie. Nee, dat is een proces. Je moet het opbouwen. Dat kost echt een decennium voordat je op dat peil kunt zijn. Maar dan moet je het wel consistent doen. Ja. En dan moet je het vrijwaren van allerlei wisselvallige besluiten van een beetje eraf, een beetje erbij. Okay. En dat werkt niet. Wordt vervolgd dus, deze Nationale Defensiewet. Ik wil tot slot nog even met u naar de gemeenteraadsverkiezingen, want die zijn volgende week. Zeker. Vanaf maandag mogen we naar de stembus. Ja. 3 dagen lang. U woont zelf in Veenendaal. Zeker, ja. Als daar nou geen SGP bestond, waar zou u dan op stemmen? Heb ik me niet afgevraagd. Is ook, ja, dat is zo'n als-dan-vraag. Ja. Zou ik geen antwoord op kunnen geven. Maar er zijn wel broeder- of zusterpartijen, toch? Zeker. Die... Kijk, natuurlijk voelen wij ons meer verwant aan christelijke partijen dan aan andere partijen. Ja. Maar je hebt ook altijd het punt van zakelijke afweging. En je hebt in de landen zelfs ook lokale partijen die, nou ja, dat is in Veenendaal niet het geval, maar op Urk bijvoorbeeld, die een degelijk Bijbels geluid naar voren brengen. En in zo'n geval zeggen van, ja, dan zou je daar een afweging tussen maken. Ja. Maar laten we blij zijn dat we op de SGP kunnen stemmen. En ik heb ook goede hoop. Ik hoor in de landen heel veel positieve waardering over de inbreng van SGP-fracties in de raden, maar ook inbreng van SGP-bestuurders. Ja, een van de hoofdthema's bij deze verkiezingen is de woningmarkt. Ja. Die zit op slot. Die zit op slot, ja. Kan een lokale overheid daar wat aan doen, of Zeker. Is het landelijk geregeld? Nee, je hebt landelijk wel de kaders, maar als lokale overheid kun je wel degelijk sturen. En wij hebben ook vandaag een woonvisie uitgebracht. En daarin geven we dus aan wat een overheid zou kunnen doen. Kijk, bepaalde fiscale regelingen, dat moet je landelijk regelen. En dat kan bijdragen aan het van slot halen van die woningmarkt. Maar de keuze voor het type woning, dat is typisch iets wat hoort bij de lokale overheid. Ja. Wat je ziet is dat er op de woningmarkt een van de problemen ontstaat doordat er geen doorstroming is. Wij zeggen mensen, oudere mensen, zo lang mogelijk in hun eigen omgeving. Mm. Verzorgingstehuizen zijn ontmanteld, bejaardentehuizen bestaan al niet meer. Op zich allemaal heel begrijpelijk, ja. Maar daardoor ontstaat er dus ook geen doorstroming doordat oudere mensen een eensgezinswoning achterlaten. Okay. En daar kun je dus wat aan doen door daar gericht beleid op te maken. Nog één vraag. Komt u dit weekend nog in actie? Want vorige week deelde u gehaktballen uit op Urk. Op Urk, ja. Is er weer zoiets dit weekend? Ja, zaterdag ben ik nog een poosje op de markt in de Capelle aan de IJssel. Oké. Okay. Ja. Dank voor dit gesprek, Roelof Bisschop. Graag gedaan. Namens de SGP, want dit was uitgelicht voor vandaag. Dank voor het kijken. Maandag bel even naar welzijn. Dan zijn we er weer. Een hele mooie zaterdag, gezegende zondag en graag tot maandag. Dag.